Weer een hele nieuwe tutorial. Ik wil dit soort tutorials vaker op mijn kanaal gaan plaatsen, dus doe even natuurlijk bij deze video ook een duimpje omhoog als je meer van dit soort video's wil gaan zien. Ik vind het onwijs tof om mijn creativiteit in zo'n look te stoppen. Ik had op eBay die veer die ik hier op mijn haar heb, had ik besteld bij eBay en ik dacht, hier moet ik iets vogelachtigs mee gaan maken. Gewoon dat ik denk van wauw, pauw. We gaan het hebben over de pauw vandaag. Ik ga allerlei verschillende kleuren blauw door elkaar batsen met de kwast. En zo ontstaat een heel leuk 3D effect op een gegeven moment. Dan ging ik op een gegeven moment door op de witte details. En de witte details heb ik gewoon met witte smink gedaan. Iets minder water dan normaal, zodat hij net wat dikker pakt. Dus dan hoef je er niet drie keer overheen te gaan. En ja, hier moet je even handig in worden. En hoe kleiner en smaller de penseel eigenlijk, des te makkelijker dit soort lijntjes zijn. Gaan we natuurlijk nog veel meer wit gebruiken in deze tutorial. Het is echt opbouwen, uitwrijven, opbouwen. Weer een aantal kleuren erbij, totdat je helemaal blij bent met het resultaat. Ik weet wel dat Jordan Hans, daarvan heb ik deze tutorial, dat zij meer met oogschaduws is bezig geweest. Dan is het nu tijd voor het onderdeel glitter en ik heb de glitter van Inglot gebruikt. Ik zal even alle producten die ik ook heb gebruikt in deze tutorial even hieronder zetten. En dan is het natuurlijk ook tijd voor mijn Makeup Revolution palette en dit ga ik over mijn wenkbrauw heen gebruiken. Dus donkerblauw en andere soorten lichtere kleuren blauw, zodat het in een meer powerig effect overloopt. Oh jongens, serieus, ik was zo druk onder deze video. Ik heb me zo moeten inhouden, maar ik denk ja, ik bewerk gewoon een paar stukjes er tussendoor. Zien jullie ook een beetje hoe ik echt ben. Ik heb oogschaduw ook van het Makeup Revolution palette gebruikt. Dus een beetje zilverachtige kleuren, blauwe tinten, koperen tinten zoals je kan zien. En natuurlijk een klein beetje eyeliner. Want als je net wimpers gaat opplakken is een klein zwart lijntje altijd wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Dan is het tijd voor een nieuwe kleur lipstick. En dit is een kleur lipstick van Milani. Een hele mooie warme bruine kleur moet ik zeggen. Perfect ook voor de winter en de herfst. Deze droogt ook gewoon mat op, maar we gaan er een andere twist aan brengen. Eerst even wat highlighten op het puntje van de neus. Op je oren. Op je lippen. Nog meer op je lippen. En we gaan natuurlijk gewoon weer serieus door. Even nog de witte details, even nog iets witter maken. Nog een paar stipjes. Want hè, ik hou gewoon van lekker bezig zijn. Nog meer stippen, nog meer vlekken, nog meer blauw. Ben ik tevreden? Nee. Want ik ging nog iets verder op mijn nek en hals. En we blijven een beetje stippen. Ondertussen trouwens nepwimpers opgeplakt van eBay. Als ik ze nog kan vinden, zal ik ze even hieronder in de beschrijving zetten.
En ik heb neplenzen ingedaan en deze zijn van kleurlenzenkopen.nl. Oh my gosh, ik heb gewoon in één keer blauwgroene ogen. Hoe tof is het dat je gewoon tegenwoordig kleurlenzen kan indoen en steeds goedkoper kan kopen. En je hebt gewoon in één keer een bizarre kleur. Love it. Doe natuurlijk een duimpje omhoog, laat een comment achter. En hopelijk willen jullie meer van dit soort looks zien. Laat het ook even in je comment weten. And I see you next time. Bye!